Hallo, hallo, een hele goede morgen. Hier zit Anna met de orakelthemakaart van week 22. Nou, normaal gesproken plan ik mijn Facebook Lives in. En ik had de mijne al ingepland om 9 uur en toen ben ik dingen gaan doen. En toen kwam ik net om 9:50 kwam ik hier en toen stond hij nog steeds te draaien. En toen gaf hij aan dat Facebook niet had ingepland. Dus normaal gesproken weet je wanneer ik live kom. En nu niet. Dus ik denk dat ik er weinig live kijkers zal hebben. Ondanks het feit dat ik er nu al eentje heb. Ik weet niet wie je bent, maar ik zwaai eventjes naar je. En nou, welkom bij de orakel themakaart van week 22. Ik heb nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Ik heb in de groep Passievol en Bewust heb ik een link gezet voor een enquête. Op dit moment voert een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam van Marketing, vierdejaars, die voeren een marketingopdracht voor mij uit. Zij kunnen daar dan, goedemorgen Paula, zij kunnen daar zeg maar op afstuderen. En ik ben heel blij, hopelijk, met de antwoorden. Als je dat dan nog niet hebt ingevuld, klik dan eventjes zometeen na de video meteen op de link. De link komt in Passievol, of staat in Passievol Onbewust, komt in de nieuwsbrief te staan. En ook volgens mij in de praktisch engelenwerk, ontwikkel je helder vermogens en overvloedkunde. Dat zijn zeg maar een aantal van mijn betaalde groepen, dus daar staan ze in. Dus als je daar op zou willen klikken, het is compleet anoniem. Ik weet niet of je het wel of niet hebt ingevuld. Je hoeft ook je naam niet in te vullen, je hoeft je e-mailadres niet in te vullen. Het is geheel anoniem, maar je zou de studenten een goed onderzoek meegeven en mij ook weer meehelpen. Dus dat was de eerste huishoudelijke mededeling over de enquête. Als je dat wil doen, heel erg graag. Aanstaande zondag geef ik een kaartlegworkshop. Ik heb nog, hi Cindy, ik heb nog één plekje. En voor vandaag heb ik een aanbieding. Als jij je vandaag nog opgeeft voor aanstaande zondag de kaartlegworkshop, krijg je 1 maand VIP-groep erbij. En dat is een waarde van €50. Dan mag je in de maand juni gratis mee in de VIP-groep draaien. En zit je nou in de VIP-groep en je denkt, oh ja, maar ik heb al betaald en ik wil toch met die cursus meedoen, dan krijg je gewoon een korting van €50. Heel simpel. Over de VIP-groep, die begint natuurlijk per 1 juni weer, kan je instromen. En het gaat weer een hele leuke maand worden, want ik heb vanochtend op mijn ochtendwandeling besloten dat ik weer de elfjescursus ga geven. Ik heb een paar jaar geleden elfjes, feeën en natuurspirits gegeven. En het rommelt al een hele tijd bij mij. En ik had zoiets van, nou, er kan best wel een upgrade van komen. Dus de mensen die op dit moment al in elfjes en feeën kunnen zitten. Nou, jij hebt geluk, want jij krijgt deze cursus er gratis bij. En nou, voor de rest, die moet ik nog eventjes afwachten. Ik ga hem inplannen. Het is net vanochtend pas besloten. En zoals je ziet is mijn haar nog nat. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb lekker in het bos gelopen. En dat is zo heerlijk hier. Heuveltje op, heuveltje af. En die elfjes en veeën cursus komt eraan. Nou, dus toen dacht ik van, die cursus die gaat eraan komen. Een beetje juni, juli denk ik zoiets. In ieder geval nog voor de zomervakantie. En omdat ik heel erg graag met elfjes werk, dacht ik van, tadaa, we gaan met deze kaarten werken vandaag. Magical messages van de fairies, ook natuurlijk van Doreen Virtue. Dus we gaan gewoon kijken. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik heb hier mijn hele lieve drakenhoofdje staan. En het heeft niks met elfjes te maken, maar elfjes die zijn ook dragonflies. Weet je, als er een elfje en libella voorbij komt in mijn tuin, denk ik, oh, een elfje. Dus, nou, ik ga eens eventjes het doosje open doen. Gaan we eens kijken wat eruit gaat komen. Dus denk eventjes aan de vraag die je hebt. En dan gaan we dus ga ik hier een kaart uit trekken. En nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ben echt net aan het schudden en er valt er al eentje uit. Ja, soms dan zijn die elfjes gewoon zo ontzettend ongeduldig. Ik ben een ongeduldig type en ik ben een mensje en ik ben geen elfje. Maar ik kan er ook wat van. Ja, nou. De is dit, afdeling de, dat heb ik vanochtend net gedaan. En waarschijnlijk gaan we dat dus nu met z'n allen doen. Dus dat wordt de paden op en de lanen in. Want, connect with nature. You're rejuvenated, inspired by spending time outdoors. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Dat klopt gewoon, want het is gewoon heerlijk om buiten te zijn.
En ik heb zelfs voor de winter heb ik zo'n waxcoat met zo'n waxhoed, een Australian wax. Dus dan kan ik in de gietende regen buiten lopen. En dan, dan drupt dat zo van mijn hoed af en dan kan ik nog buiten lopen. Ik ben echt een buitenmens. Moet ik wel zeggen dat ik echt een zonnemens ben. Maar ja, oké, okay, connect with nature. Dat is wel een hele, hele, hele mooie kaart. En als je op de link klikt, daar zo. En er staan verschillende linken, maar de onderste link, de eerste link is de enquête. De tweede is voor de kaartenlegworkshop. En als je daarvoor opgeeft, dan krijg jij een maand een VIP-groep. En daar staat de VIP-groep eronder en daaronder staat de muziek. Dus daar gaan we gewoon een hele mooie een healing mee doen met de fairies. En eens even kijken, oordopjes uit elkaar halen. Dat is altijd weer een uitdaging voor mij. Ik leg het hier zo ontzettend netjes neer. Dat ik het gewoon gelijk kan pakken. Gelijk in mijn oren kan doen. En dan nog zit het in de war. Oh, en elfjes zijn ze ontzettend leuk. Als je nou een keer ooit een feestje hebt. En het is een beetje een saaie bedoeling. Roep dan elfjes aan. Wel de goede elfjes, hè? Want dan moet je wel weten wie je aanroept. Maar elfjes die houden van humor en van lachen en van plezier. Dus dat is altijd heel erg fijn om die... ja, ik zit gelijk in de muziek. Gelukkig reclamevrij deze keer. Ik neem even een slokje. Ik hoop dat je inmiddels ook je iPod, je iPad hebt gepakt. Of je dopjes in je oren hebt gedaan. Op je mobiel heb opgezocht. Of nou ja, hoe jullie. Ik hoor nooit hoe jullie je muziek luisteren. Misschien klik je op de link, weet ik niet. Maar klik even op de link. Ik neem even een slokje. Nog erg heet. Dan kan ik doordrinken. Dus dat zet ik weer eventjes weg. Zo. Nou, zullen we contact maken met deze. Met dit elfje. Met deze fairy. Het lijkt me wel heel mooi. Dus als je eventjes moet voorstellen wat het is om contact te maken. Stel je dan eventjes in op deze fairy. En dan kunnen we daar een connectie mee maken. Nou. Adem eventjes in door je neus. En uit door je mond. In door je neus. En uit door je mond. En in door je neus. En uit door je mond. Maak contact, dus zeg maar symbolisch met dat ene elfje wat op dat takje zit, op dat plaatje. Lief elfje. Aanvaard mijn uitnodiging tot hartverbinding. Verbind uw energie met de mijne. Werk met mij en door mij. Leid mij, richt mij, omring en bescherm mij. En laat deze sessie zijn voor het hoogste goed en hoogste heling van alle betrokken partijen. Zet ons gedurende deze hele sessie in een bel van licht, liefde en bescherming. Oké, ik merk dat de energie meteen begint te stromen. Alles wordt gelijk warm. Ik voel het hier bij mijn hart, maar dat is een heel prettig warm gevoel. Mijn armen stromen, mijn handen stromen. Mijn bovenbenen en knieën zijn nog een beetje koud, maar bij mijn voeten begint het alvast te komen. Oké. Nou, Elfje heeft de vriendinnetjes meegenomen. Het fladdert allemaal heel erg mooi. Ik moet altijd een beetje denken, als je wel eens in de Efteling bent geweest in Droomvlucht. Zo'n beetje zo kan je het voorstellen dat ze zo daar, weet je, ook zo fladderen. En elfjes zijn, als je tenminste, mits je goed bent voor moeder natuur, zijn ze heel erg lief en gemoedelijk.
vroegere tijden leefden ze echt veel dichter met de mensen samen. Maar op een gegeven moment zijn de mensen een beetje een zootje gaan maken van de moeder natuur. Veel bomenkap. En veel verwijderen, verkleinen van natuurgebieden, omdat mensen daar ook moeten wonen. Door de wegen gebouwd, door de steden gebouwd, dorpen worden uitgebreid. En het leefgebied werd gewoon steeds kleiner en kleiner. En daardoor hebben ze zich teruggetrokken in andere dimensies. Ze zijn er wel, maar ze zijn voor ons wat moeilijker waarneembaar. Maar als je eens een keer als en wanneer je gaat lopen in het bos, neem dan eens een tas mee of een vuilniszak. En terwijl je dan loopt, raap dan eens afval op. Her en der. Misschien wil je handschoentjes aandoen, maar als je weet dat er wat mensen allemaal in het bos gooien. Blikjes Red Bull, sigarettenpakjes, blikjes, dopjes, flesjes, papiertjes. En als je dan zo lekker oploopt te ruimen, dan zul je merken dat de energie om je heen verandert. Dat het lichter wordt, luchtiger wordt. En als je helder bent ingesteld, heb je helder vermogens wat meer ontwikkeld, dan zul je ze ook kunnen zien. Dan zijn ze zo blij dat je moeder natuur helpt om op te ruimen wat andere mensen gewoon achterloos hebben neergegooid. Dus misschien terwijl je zo zit, kun je de energie laten stromen. In eerste instantie voor jezelf. Altijd eerst jezelf voorzien van energie. Maar heb je dan energie over, dan kun je het misschien laten stromen naar moeder natuur. De elfjes. En als je het naar de elfjes stuurt, dan zeg je van nou ja, hier is energie. Breng het daarheen waar het nodig is. De elfjes weten precies waar moeder natuur, moeder aarde bloedt. En waar er hulp gebracht moet worden, waar er een wond gedicht mag worden. Misschien vind je het wel leuk om een keer naar een tuincentrum te gaan. Een wilde bloemenpakket te kopen. En wanneer je dan gaat wandelen, een soort van ecoterrorisme. Dat je dan je bloemenzaadjes strooit. Zodat we veel meer kleur en geur en bloei krijgen in de natuur in Nederland. En help je moeder natuur mee, help je de elfjes mee en je helpt er ook jezelf mee. Want meer bloemen betekent betere bijenstand. Betere bijenstand betekent meer bevruchting van ons voedsel. Want zoals je weet, zonder vlinders en zonder bijen sterft ook de mensheid uit. Omdat ons eten, onze planten moeten bevrucht worden. En dat wordt gedaan door insecten. Dus doe eens gek. Neem eens een zakje zaad. En strooien ze op een mooie, goede bodem. Waar ze ook daadwerkelijk kunnen groeien. Dus onder een hele donkere boom of een bos. Ja, daar groeit het minder goed. Dus je moet wel kijken waar je het strooit. En dan help je de elfjes ook heel erg mee. Lief elfje, dankjewel dat je aanwezig bent. Heb je op dit moment een boodschap voor ons? In het algemeen of voor ons specifiek? Voor iedereen apart die live kijkt en later in de replay. Wat is jouw boodschap voor ons individueel of als groep? Spreek alsjeblieft duidelijk en langzaam. Of geef ons een gevoel waardoor we denken, oh, op een gedachte. Of zeg het tegen ons. Of als we visueel zijn ingesteld, laat ons zien. Wat is op dit moment voor ons van belang om te weten?
Wat kunnen we voor jullie volkje betekenen? Wat kunnen we voor het elfenvolk, de feeën, tree spirits, nature spirits betekenen? Wat kunnen wij actief voor jullie doen? Misschien krijg je ideeën, zoals beter voor planten zorgen, meer bloemen in je omgeving, meer kleur, minder plastic, minder afval. Lief elfje, is er op dit moment nog iets wat je bij ons kunt aanpassen? Want het is voor ons hoogste heel en hoogste goed. Iets healen. Elfjes zijn ook ontzettend goed in het manifesteren van overvloed. Dus hoef je maar aan iets te denken en ploep, het is er. Dus misschien kunnen de elfjes iets voor ons betekenen op dat gebied. Maar laat het maar over aan de elfjes wat voor jou specifiek noodzakelijk is. Is dat kalmte? Is dat rust? Is dat vrij van zorgen? Is dat dat je je beter voelt, fitter, gezonder, dat je meer zin krijgt om naar buiten te gaan? Misschien krijg je inspiratie, ideeën om je huis of je tuin op te leuken. Misschien wil je wel een aanzet nemen tot slank worden. Misschien wil je wel zo slank en zo rank zijn als een elfje. Overigens niet alle elfjes zijn heel slank. Hè? Toen ik op Hawaii was, dan waren ze wat steviger. Dat was ontzettend leuk om te zien. Voel maar hoe overbodige spanning wegvloeit uit je benen, je voeten in en ook je voeten uit de grond in. Laat alles minder goed dan 100% wegstromen, wegvloeien op deze maandag, begin van de week. En zet ook even je intentie. Samen met de elfjes zet je intentie voor deze week. Wat wil je deze week bereiken? Wat wil je uitzetten deze week? Plezier, rust, kalmte. Wil je een taak afkrijgen? Zet even je intentie neer voor de week. En vraag of het aangeraakt kan worden door elfjes energie. Dat het licht gaat en luchtig en makkelijk en vlot. Dan heb je een beetje zware hoofd in. Zit je in een wat ongelukkige situatie in je privéleven, op je werk. Zorg dan dat je aangeraakt wordt door de elfjesenergie. En kijk of je wat even een klein beetje wat lichter wordt. Dat je wat meer hoop ziet, dat je wat meer zonnestralen ziet. Dat je wat meer geur en kleur in je leven aantrekt. Dat je gewoon net iets prettiger in je vel komt te zitten. Oh.
Nou, met de handen die beginnen wat langzamer te stromen. Dus dan weet ik dat de healing ten einde komt. Dus bedankt de elfjes maar voor hun aanwezigheid. Dat ene elfje als je eentje had aan in door je neus. En uit door je mond. Als je net 2 weken geleden Reiki 2 bij mij hebt gevolgd, dan weet je wat je nog speciaal met je ademhaling kunt doen. Dus pas dat dan eventjes toe en zet daarmee neer wat je neer wilt zetten. Kijk nog eventjes wat in je handen. Leg je handen eventjes over je ogen. Doe heel langzaam je ogen open achter je handen. Knipper even met je ogen. Heel langzaam haal je handen weg. Als het nodig is, dan kan je nog je linkerhand op je rechterknie leggen en je rechterhand op je linkerknie. Je handen uit elkaar halen en helemaal terugkomen in het hier en nu. Je tranen deppen, slokje water nemen. En helemaal terugkomen in het hier en nu. En ik zie dat Bianca, hij zegt, hi Bianca. Zo, ik ben er weer. En natuurlijk ook door de muziek. Heerlijk. Nou, wanneer je er weer bent en wanneer je deze video hebt afgekeken, vul dan alsjeblieft eventjes de enquête in. Daar help je de studenten van de Hogeschool van Amsterdam Marketing heel erg mee. En mij help je daar ook heel erg mee. Er komt een elfjescursus aan. Juni, juli. En VIP-groep kan je instromen vanaf 1 juni. En als je dus aankomende weekend, zondag, toch nog meedoet met de kaartlegworkshop, dan mag je in juni gratis in de VIP-groep. Ik wens je een hele, hele, hele fijne week met heerlijke elfjes, veeën en natuurspirits energie. Als je vragen hebt, dan weet je, dan kun je me mailen op info@lizetanne.com. En ik zie je volgende keer. Doei doei!